Even kunnen genieten van de buitenlucht is voor de meeste mensen een gewoonte. Maar voor patiënten is dit niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen geld opgehaald om een toegankelijk paviljoen te maken voor patiënten die niet zomaar naar buiten kunnen. Met de hulp van de burgemeester van gemeente Nijmegen werd het paviljoen vandaag geopend. CWZ heeft een paviljoen geopend voor zieke mensen die toe zijn aan wat frisse lucht. Met verschillende sponsoren is het uiteindelijk mogelijk geworden om dit plan uit te werken. De burgemeester kwam langs om het nieuwe paviljoen te openen. Annemiek heeft het plan bedacht en daar hebben we samen over nagedacht op de IC van hoe we dat vorm zouden willen geven. En vervolgens hebben we na gaan denken over als er dan geen geld is, hoe gaan we het dan financieren? En daarvoor moesten we de boer op en moesten we gaan praten met verschillende instanties en partijen in het ziekenhuis die ons daarbij konden helpen. En zo hebben we uiteindelijk in relatief korte tijd toch al het geld bij elkaar gekregen om dit te realiseren. Dus waar wij op hebben gelet is dat het vooral heel toegankelijk moet zijn voor grote materialen. Dus grote bedden met beademingsapparatuur eraan. Er gaan vaak meerdere zorgmedewerkers mee, verpleegkundigen en artsen, om een patiënt te begeleiden. Ja, die moeten wel allemaal plek hebben om hun werk te kunnen doen, ook in een moment dat mensen even buiten kunnen ervaren. Nou, we weten inmiddels ook uit heel veel ervaringen, ook echt onderzoek, dat het helpt bij het beter worden. En als dat helaas er niet in zit, omdat je bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek bent, zorgt in ieder geval voor veel meer kwaliteit van leven. Omdat de toegankelijkheid hierbij een prioriteit heeft, kunnen de cliënten vanaf nu vanuit het bed genieten van de buitenlucht. Eigenlijk het moment dat ze de wind weer een keer in hun haren voelden of de zon weer een keer op hun snoet, dat een moment was waarin ze zich weer beseften, oh ja, ik leef. En dat is denk ik iets wat wij als zorgmedewerkers en professionals heel erg moeten aanmoedigen bij mensen, dat ze weer gaan leven. Ik ben heel benieuwd als we daar de eerste patiënt hier naar binnen zien gaan, wat dat doet. En wat wij vaak zeggen, als je alweer ergens een sprankeltje of een glimlachje op een gezicht ziet, dan ben ik als zorgmedewerker al heel erg blij en gelukkig.